verschillende gebouwen. Allemaal verschillende alles en duur. En we zijn bezig met elkaar kapot te maken, kapot te concurreren. In plaats daarvan doen we alle garages op de wereld, halen we de plakplaatjes eraf van het merk en dan krijgen we allemaal Ferrari erop. Alle geheimen en alle toestanden, alles wat Ferrari kan en weet, is gewoon, gewoon op te vragen op het internet, is gewoon te lezen. En iedereen kan dan op de wereld kan dan zijn eigen steentje bijdragen om dat ene product beter te maken. We gaan allemaal in Ferraris rijden. We krijgen massaproductie van een topproduct. Het ding kost ja niks meer, want we doen niks anders. We hangen de dingen helemaal vol met Tesla-apparatuur en met chips. Dat doe ik samen met Philips, met Ronald Schravendeel, die gozer woont in Nijmegen, die is er van. En zo gaan we dat doen. Hoeveel lijns heb ik? Klinkt goed, hè? Mm-hmm. Ja. Ondertussen heb ik een nieuwe sport ontwikkeld. Kickskaten. Dat is een combinatie van ijshockey, kunstijsdansen en taijong. Dat is een heel nieuwe vechtsport. Dat is een combinatie van kung fu en kickboksen. Dat is hartstikke mooi. We doen een kickboksen. Ik claim daar nu de wereldrechten, heb ik daarvan geclaimd. Ik ga daar politiekorps mee opleiden. Dat worden in plaats van politieagenten worden dat respectvolle stereotypisten. Waar alle uitleg vervolgt. Die krijgen een eigen uitrusting. Een eigen auto, Ferrari met 1000 pk motor erin. Alles vol met Tesla-apparatuur, GPS en navigatie en de hele teringzooi, want we hebben het allemaal. Ja, dat is de telefoon. We gaan. Even wachten, Angelique, even de telefoon, jongens. Ja, hallo. Huh? Je hebt eten van me, van Ali. Ja, ik weet. Ik kom zo. Ik ben zo klaar. Kom maar. Oh ja, maakt niet uit. Ja, blijf warm. Kom maar. Haal je. Nee. Hey, en dan gaan we allemaal in Ferraris rijden. Allemaal met Michelin-banden of met Gucci, hè. Iedereen, kijk, alle supermarkten, die zijn bijvoorbeeld, die heten bijvoorbeeld nu Albert Heijn en C1000. En de Lidl en de weet ik veel, allemaal wat voor dingen nog meer. Die heten dan bijvoorbeeld allemaal Aldi, weet ik veel. We hebben allemaal hetzelfde assortiment, dezelfde kwaliteit producten. We hebben dan nog maar één soort tandpasta nog hier. Één soort wasmiddel. Jongens, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Er moeten allemaal verschillende verpakkingen voor worden gemaakt. Verschillende opslag. Verschillende distributie. Verschillende kennis. Verschillende gereedschappen. Verschillende apparatuur. Jongens, dat kost platen. We gewoon één ding samen allemaal. Alle tandpasta's, producenten doen nou gewoon allemaal ProDent of Elmex. Het interesseert niet wat we erop plekken. Een plekplaatje. Klaar? Ja. En we gaan gewoon allemaal van dezelfde producten gewoon topproducten maken. We hoeven ook niet meer te kiezen. Alle winkels worden uitgerust met webcammetjes, met livestreams. Kan je gewoon live winkelen. Kan je gewoon met personeel praten en kijken naar elkaar. Gewoon met fullscreen digital. Widescreen. Ja, ja. Oké, schat. Nou, film me maar even dan de laatste paar minuten. Dan hebben we al een uur vol. We hoeven nog maar 30 minuten. Een uur? Ja. Kijk maar naar de teller. Zo snel gaat dat, Kiki. Zo snel gaat dat. De ene keer met mijn Angelique en de andere keer met Kiki. Ja, ik vind Kiki eigenlijk wel een mooie naam. Dat vind ik dus altijd. Ik heb altijd bij mezelf gedacht. Droomvrouw die noem ik Kiki. Ik heb een Kiki gehad. Het bleek een heks te zijn. Ze heeft me wel helemaal op het goede spoor gebracht. Ze heeft me ontzettend geholpen, maar ze blijkt gewoon van verkeerd. Maar het maakt niet uit. We zijn vergevingsgezind. En we begrijpen alles. Kiki krijgt gewoon de kans. Ze heeft een gele kaart.
Zorg, Kiki, dat je niet nog een gele kaart krijgt, want twee keer geel is rood. En als je rood hebt, nou, dan moet je hard werken om eruit te komen weer. Om deel te mogen maken, eigenlijk, Kiek, aan je eigen, waar we zelf zo hard aan over nagedacht hebben. En wat ik nu allemaal realiseer. Gewoon omdat ik de ballen heb, Bello. Met je Bello back. Je grote back. Komt het nou omdat je Jood bent? Zal het niet? Fabeltjes krant. Nee. Weet je wie oké is? Die Barry, man. En zijn vrouw. Kom dan. Ja.